Ja, vandaag op de vrijdag training van Sparta. Voor het eerst bewolking in Zuid-Spanje, in Estepona. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Want Alex Pastoor heeft hier toch prima kunnen toewerken naar de tweede seizoenshelft. Sparta speelt morgen op de zaterdag nog een afsluitende wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach onder de 23. En daarna reist de kasteelclub terug naar Rotterdam. Vandaag op het trainingsveld 27 spelers. Iedereen is fit, maar wat spelers zijn achtergebleven in het hotel om daar met de gym te gaan werken. Dan heb ik het over wat basisspelers. Sanucci, uh, Moedwin, Breuer en Dijkstra die zijn nu in het hotel aan het trainen. Daar waar de rest van de selectie hier op het veld in de Estepona werkt naar de hervatting van de competitie.